Het speelt zich af op Curaçao. En het is zeg maar, je hebt papa, mama en drie kinderen. En een baby wordt ontvoerd door een hele grote vogel, Karakara-vogel. Parawara-vogel. En het is aan jou om samen met je papa, mama en de twee kinderen Eva weer terug te krijgen door de levels heen. Dus ze hebben zeg maar, allemaal hebben ze hun eigen ability. Ze kunnen allemaal iets speciaals. So wake me up when it's all over. Helemaal in de beginfase van het project zijn we begonnen met het vastleggen van de stijldefinitie. Hierin staan zeg maar de regels waar je min of meer aan moet houden. Welke kleuren je kunt gebruiken, contrast. Zo zorg je eigenlijk dat alle assets gewoon netjes binnen je omgeving passen. En vervolgens ga je eigenlijk schetsen maken en een idee scheppen hoe je model eruit moet gaan zien met een omgeving daarbij. Ja, en uit die concept art kun je dan eigenlijk uitmaken of je element past in het geheel. Ja, de volgende stap is eigenlijk gewoon het opstarten van 3DS Max en zorgen dat het ook daadwerkelijk er zo uit gaat zien. Welkom bij het programmeteam. Wij zijn in principe verantwoordelijk voor alle monsters in het spel en de characters. Ik ben bezig met alle bots in het spel. Ik heb nu bijvoorbeeld een slang afgerond. En de slang, als je daar in de buurt komt, dan rent hij achter je aan. En dan probeert hij aan te vallen. En op een gegeven moment rent hij weer terug. En ja, waar je goed op moet letten is dat je wel spannend maken. Dus je moet zorgen van als je een slang tegenkomt en zo denkt van wow, wat gaat er nu gebeuren? En, ja goed, het is belangrijk dat de slang dus ook echt op je af gaat komen, dat het ook echt gevaarlijk wordt en dat je denkt van nou, ik wil je snel langs. Het moet dus niet te simpel zijn, maar ja goed, het moet gewoon een leuke game zijn. Daar zijn we van.